2018 was warm en droog. Ideaal vakantieweer dus. Wat betekende dat voor de Nederlandse campings, hotels en andere accommodaties? Mede door het warme weer was 2018 een topjaar voor Nederlandse campings. In de zomermaanden juli en augustus trokken ze in totaal 1,7 miljoen gasten. Dat is bijna 11% meer dan vorig jaar. De meeste campinggasten zijn Nederlanders die vakantie vieren in eigen land, maar het aandeel buitenlandse gasten is wel toegenomen. Vooral Duitsers komen vaak in Nederland kamperen. Maar waar je Nederlandse kampeerders overal wel tegenkomt, komen Duitsers toch het liefst naar de kust. Van alle provincies trekt Noord-Holland de meeste campinggasten, gevolgd door Zeeland en Gelderland. Niet alleen kampeerterreinen deden deze zomer goede zaken, ook vakantiehuisjes en hotels trokken meer gasten dan vorig jaar. Het aantal hotelgasten lag deze zomer ruim 5% hoger dan in 2017 en ook daar steeg het aantal buitenlandse gasten harder dan het aantal Nederlandse gasten. Net als bij campings staan ook hier de Duitsers bovenaan, gevolgd door Britten, Belgen en Amerikanen. Wilt u meer weten over deze cijfers? Lees dan dit rapport Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd 2018 te vinden via onze website cbs.nl.